zullen we lang moeten wachten voor je Ja, dat zijn de vier van mijn kinderen, ja.
Beste Henk, lieve Rennie, familie Bosma, dames en heren. Het begin van deze toespraak is een klein beetje verrassend en zal hier en daar zelfs in verbazing wekken, denk ik. Want ik wil beginnen, Henk, je te bedanken voor je flexibiliteit. Ik zal direct een opheldering geven. Dit was geen lange termijn flexibiliteit, dit was korte termijn flexibiliteit. Je was bereid om deze datum, 8 februari, op ons verzoek in te ruilen tegen 31 januari, die gaat afgelopen.
afgestaan om een bezoek van de Raad van Bestuur en de PD-fase naar de research mogelijk te maken, waarvoor mij en onze partij daar. Nu ik toch bezig ben je te beschrijven, in geval een poging om aspecten van jou aan te duiden, begin ik met het feit. Je bent geboren een grote gast. Zoals jij weet, bij mij bekend omdat een afgeweken tak van mijn familie dat zich bezighield met melkproductie en ook met de distributie en zo. Melkboer. Grote gast ligt in Groningen. Volgens zeggen ben jij geconstateerd in Friesland. Je bent een man van grote detail, niet iedereen weet waar hij is geconstateerd en zeker niet wanneer. Vanuit Eindhoven lijkt dit bijna hetzelfde. De kenners weten dat het watertje bij Visvliet de scheiding is tussen twee werelden, Groningen en Friesland, die jij eigenlijk een beetje dichter bij elkaar hebt gebracht door deze volgende feiten. Toch blijft Stroobos heel iets anders, een grote gast. Om kant te gaan, je bent een noorderling en dan komt het woord flexibiliteit niet als eerste karakteristiek naar boven als daarna gevraagd zou worden in de rest van het land. En daar zitten we nu tezamen. Er is nog een opmerking te maken die als ik een schilderij moest maken van jou, als leidraad, als idee of als contour zou dienen. Die schijnt recent gezegd te hebben: bijna al mijn uitspraken zijn maar kat. Ik denk dat je daarmee staat. Ik kom er nog op terug als ik het schilderij ongeveer af heb. Dat je geboren bent, dat hebben we gehad. Dat het ongeveer 60 jaar geleden was, is ook duidelijk. Omdat ik je nu toespreek bij afscheid en iets wat vervroegd. Je hebt dat als gebaren willen doen in deze centurion dagen, die noodzakelijk zijn, maar ook heel veel pijn doen, zeker deze dagen niet. Nog even terug naar 31 januari. Ik denk dat het ons gelukt is, de Raad van Bestuur, en Van Houten kan het bekennen als ik daar hier aanwezig, en de leiders van de productdivisie, er diep van te overtuigen dat research een essentiële bijdrage aan ons bedrijf heeft geleverd in het verleden, en moet leveren in de toekomst. Dat is een redelijk algemene zin, maar tegenwoordig toch een hele belangrijke. Het is mijn stellige indruk dat met name de president onze rol heel juist heeft ingeschat en daarbij bereid is ons te ondersteunen, onze rol goed te kunnen invullen. Dat heb jij mogelijk gemaakt door een week later afscheid te nemen. Terug naar jouw bijdrage. Je bent op 10 februari 58 in dienst getreden, dus morgen 33 jaar geleden. En je komt in de groep van Papi de Vries. Je publicaties in de 60er jaren gaan volgens mij allemaal over stripline circulation. Je aandacht gaat van de elektrotechnische kant later naar de materiale kant, van ruis in netwerken naar verriet. En omdat er vanmiddag al veel wetenschappelijk is gezegd en je best weet waarom ik dat zo doe, zal ik hier verder kort over zeggen. In de jaren 64 tot 69 ben je groepsleider van de materialengroep. Je promoveert in 1967 hier aan de TU, toen heette dat nog anders, op een proefschrift getiteld On the Theory of Linear Noisy Systems. Het schijnt nu zo te zijn dat je op promotiediner iemand heeft geprobeerd die titel te vertalen in het Nederlands. En hij vertaalde linear als rechtlijnig en noisy net luidruchtig. En dacht toen dat de proefschrift toch een autobiografische kant had. Ik kreeg de 65 Microwave prijs van de IEEE. For a very significant contribution to the field of endeavor of the IEEE in his paper entitled On Stripline, Wise Circulation at UHF. The paper was an exceptional, well worked out and useful treatment of an important subject. Deze prijs gaat aan op welk niveau jij onderzoek deed. Henk, je verlegt je belangstelling van de schrijfregulaties naar computer science en je geeft de groepsleiderschap naar later bereikt. Tijdelijk op om in een groep trimkamer verder te bekwamen.
Jij zag in de jaren 70 het belang van de informatica vervuurd aankomen. En je hebt je geprofileerd als een kampioen om de informatica in de research te introduceren en gestalte te geven. Zowel aan de immateriële softwarekant als de materiële hardwarekant. En wat zachtere kant betekent aan Flika, Rosetta, parallel processing. Aan de hardere kant, IC's en dan nog vanuit de ontwerpkant. Jij kan als geen ander het gevecht tegen de fysica leiden om een plaatsje te veroveren in de research van informatica. In 71 was je groepsleider, 72 adjunct-directeur, en zodanig heb je 13 jaar KST'er als baas gehad. Daarna Freek Valster en nu Marino Carrasser. Je was de laatste 5 jaren het directielid met de meeste jaren ervaring in diezelfde directie. Je hebt steeds met visie gewerkt, ver vooruitkijkend, naar trend en trends ontdekkend, ook al lager je soms in het verleden. Gezamenlijke visie ontwikkelen was jouw sterke kant. In off-site discussions, zoals in Berg en Dal, om duidelijkheid te krijgen over data processing van de jaren 80. Je hebt met de business unit die steeds nodig is, maar hij had nog anders gegeven, hebben geprobeerd lijn te krijgen in de ontwerpomgeving die nodig was voor Philips in die tijd, in de tijd van Hura. De ceremoniemeester was daarbij zeker behulpzaam en mocht zelfs een poos in de diepe zwemmen. Wat vind je? Dat kon ik wel mis. Je ontwikkelde visie bij de koffietafel, discussierend en aanvullend rondstrooiend aan de hoogste gezaghebber van deze wereld, met korte, krachtige redeneringen en met getallen zo groot als enkele malen 10 tot de 12. Je wijsheid neemt toe, je geschriften krijgen wijzere titels zoals How to Master Complexity en onmiddellijk het antwoord Decomplexity. Of LSI, The Revolution in Electronics. Toch heb je wel eens gezucht in een van de gesprekken die wij voeren, dat je altijd de pech hebt gehad voor delen van het bedrijf te werken die het niet goed deed. Dat is een tragiek, en zoals we vaak met tragiek, dat lag niet aan jou, maar we hebben het ook niet kunnen vermijden. Je vindt tegenwoordig minder visie in de directie dan jij nodig vindt dat er zou moeten zijn. En als jij visie zegt, dan bedoel je een grote visie, met de tijd als die gedeeld in decennia. Ik denk dat er wel visie is in de directie, maar dat dat tijd pas is ingekrompen. We moeten in deze snel veranderende tijd nu antwoorden vinden, nu visie krijgen en we praten dan over jaren in plaats van over decennia. Ook buiten de firma heb je bijdrage geleverd. Ik denk dat wij aan de commissie praten. De adviezen van deze commissie, getuigen van visie, werden indringend gebracht en waren bestaan mede door jouw bijdrage. Ook de laatste jaren heb je je bezig gehouden met de maatschappij van na 2000 in een commissie waar een nieuwe familie van mij jou tegenkomt, nu van de koude en de intellectuele kant, waarvan jij zelf zei dat de man veel praat. Ik ga nu snel de schilderij afmaken en rond jou nog wat relevante ornamenten aanbrengen. Ik gooi ze er nog wat tegenaan. Je koopt een schone bijbel in Engeland en werkt daar verder aan om een prachtig verblijf van te maken. Je legt een wijnkelder aan, ondanks het feit dat in de buurt al wateraders waren aangetoond. Je hebt geluk en nu liggen daar wijnen die hun toppunt zullen bereiken in de volgende eeuw. Je krijgt een tennisbal in je oog en iemand gaat je troosten en zeggen: blij jij niet hoger bent gevallen, want dan was het misschien een golfbal geweest. Je bent teruggekomen na je ziekte met een vasthoudendheid die bewondering afdwong. Jij besefte dat de veranderingen waren opgetreden die opnieuw aanpassen vereisten. En ook dat heb je met dezelfde moed en lef gedaan die je uit jouw levensbeschrijving duidelijk worden. Je hebt een fijne neus, want zelfs door het plafond van WB4 rook jij binnen 5 minuten de jenever. Jij komt op voor mensen. Je probeert verhoudingen recht te maken als ze volgens jou niet goed zitten. Zomaar een paar flodders op het doek. Ik
komt zo langzamerhand aan de lijst van het schilderij en je hebt de gave van het woord. Het heeft iets plechtigs. Maar dat heb ik geoefend in de jeugdkerk in Gelderop, waarover ik lovend heb horen praten. De school met de Bijbel heeft daar misschien ook mee te maken in Grote Gast en in de UK. Ik ben begonnen met uitspraken van jou, bijna al mijn uitspraken zijn maar klant. Ik denk dat ik het als volgt zal formuleren, herformuleren. Alles wat jij zegt, wordt markant gebracht. Ik was zeer onder de indruk van de laatste zin van Ed van der Elst in zijn film Bye. Laat zien wie je bent. Ik denk dat jij het hebt gedaan. We zullen jou en je uitspraken missen. Henk, namens de directie en dus namens het bedrijf, zou ik je heel hartelijk willen bedanken voor al je bijdrage in die 33 jaar. We wensen jullie heel veel goeds en nog vele jaren. Soms ondersteund door gebaren die geen ruimte overlaten aan een vrije interpretatie van je boodschap, zijn middelen die in deze overtuigingsprocessen duidelijk een rol spelen. Maar deze korte kenschetsing, is natuurlijk veel te oppervlakkig om jou toch iets wat complexer persoon te omschrijven. Neem je eerbied voor de hiërarchie bijvoorbeeld.
Wanneer je vreest dat jouw ideeën niet zullen worden gevolgd, of nog erger, dat jouw vrienden zullen worden aangevallen, dan ga je zonder enige aarzeling op de barricades. Dan wordt jou geboren onderworpenheid en vriendelijkheid op basis van je rationeel denken vervangen door een anarchische houding. Jij komt in opstand voor de vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek of voor het beter doseren van informatica in Nederland. Dit karaktertrek heeft, mijn inziens, veel te maken met je creativiteit. Als goed researcher kijk je anders naar de wereld. Jij voelt, beter dan velen, dat de voortgang van de wetenschappen nu en dan quantum jumps eisen, of eist, dat men soms op een geheel ongebruikelijke manier een probleem moet benaderen om daar een oplossing op te vinden, en dat niet alleen de theorie moet worden herzien, maar ook de methode. Een van jouw huidige denkmeesters, ik weet niet of je echt denkmeesters aanvaardt, maar een van de filosofen waarvan je vindt dat hij ongeveer gelijk heeft, draagt een naam dat goed bij deze dag past. Dat is meneer Feyerabend. En de titel van zijn boek is Against Method. Jij deelt de mening, denk ik en hoop ik, dat de ritualisatie schadelijk is voor research. Dat de dikwijls geponeerde stelling dat alleen jonge mensen echt inventief kunnen zijn, te maken heeft met de opoffering van de spontane creativiteit op het altaar van de opgelegde denkpatronen. En hier kan ik geven onze gemeenschappelijke leeftijd even op ingaan. Er wordt meer en meer geschreven over het feit dat naast de bekende creativiteitspiek tussen 20 en 30 jaar, er ook nog eentje komt rond de 60. Dus dat geeft de burger moed. Dat wil ik dus even proberen toe te lichten. Waarom dat zou kunnen zijn. De theorie is, moet ik eerlijk zeggen, niet geheel van mij. Want we hebben een gesprek met Luc Nijman. En de seigneur tout honneur. Maar het is, zoals ik net zei, aanmoedigend. En het zou kunnen uitgelegd worden doordat een jong start ongedwongen. En vol spontaniteit, wanneer ik het kan uitspreken, heel erg creatief. Dat deze creativiteit al langzamerhand gedoofd wordt door, of onderdrukt door het samenleven en de maatschappij, de hiërarchie, om het een naam te geven. En dan bij 60 en het begin aan derde leven, die creativiteit helemaal terugkomt door het verdwijnen van deze opgedrukte denkpatroon. Ik denk dat je door het systematisch verwerpen van algemeen aanvaarde ideeën een vrijheid van geest hebt bewaard, waardoor jij door een grondige verandering van aanpak steeds in staat bent om originele gedachten te bedenken. Dit zal je leven lang jong bewaren. Jouw enthousiasme voor de grote veranderingen die huidig in het concern plaatsvinden is trouwens een extra teken van jouw wens voor evolutie en vooruitgang op basis van originele benadering. Met je liefde voor je familie, liefde voor het lezen en voor het kunstschilderen zullen jouw dagen goed worden gevuld en zal je creativiteit nog veel kunnen worden geuit. Nu even een korte pauze om de checklist van Van der Pol nog even na te gaan. Mijn eerste zin had ik voorbereid. Ik heb de mensen achter in de zaal niet genoeg aangekeken, doe ik even. Mijn laatste zin staat ook al klaar, dus daar heb ik niet zoveel zorgen over. Nu mijn mopje. Had ik natuurlijk in naam van de hoofdstad, dat is een grote eer natuurlijk ook, één uit de meerdere cadeaus aanbieden. En door wat ik net heb gezegd over jouw liefde voor kunstschilderen, had ik mij jouw toekomstleven ingebeeld als een schilder met palet en borstels in hand in een mooie Engelse boomgaard met
blossoming cherry trees en vogelzangetjes. Maar tot mijn grote verrassing, moest ik denken dat jouw kunst meer te maken had met beeldhouwwerk van Karel Appel, met opgestapelde oudschepen geboren in een zaagmolen. Want het geschenk was een kettingzaag. Niet makkelijk te introduceren in een speech. Vandaar heeft de keuringsdienst onder leiding van Marino Carrasso het onderwerp nader bekeken. Enkele uren voor de ceremonie en het onderwerp afgekeurd. Het werd beschouwd als te gevaarlijk. Maar wat niet werd verteld, is dat het voor iedereen gevaarlijk was, of speciaal voor jou als filosoof en theoreticus gevaarlijk. Maar ik ga ervan uit dat je heel graag knutsel, dus dat je het heel goed had kunnen gebruiken. Maar toch is dus door het comité besloten om ook te gaan naar je gebruikelijke liefde, en dat is boeken. En het comité denkt dat ik er twee heb. In feite heb ik er drie. Zo'n comité verrassing. En de eerste is wat men dan noemt een koekje uit eigen deeg. En dat is het boek Arranged Methods van meneer Feyerabend, die al wat van jou is. Jouw aantekening staat er al vast in. Maar de Nijman vond het zo goed dat hij moeite had om het terug te geven. En dat krijg ik dus terug. En dat is gericht naar jouw uitgedrukte wens, de geschiedenis. En derde, en dat heeft te maken met kunst. En ik hoop dat je nog heel veel lange jaren daarvan zal genieten. Persoonlijk wil ik je nog even van harte danken voor je vriendschap. Dank. Familie Bosma, graag aanwezigen. Beste Henk. Mij is gevraagd, zoals Wil al aangaf, om enige woorden te richten tot jou namens de sector. Ik wil het graag doen, maar ik ben gaandeweg eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is. Vanwege de definitie van twee begrippen uit deze vraag. Te weten dat van de sector Bosma, de ex-sector Bosma, en dat van de toegesprokene zelf, het fenomeen Henk Bosma. Ik ga dan ook die onmogelijkheid aantonen. Aldoende hoop ik enkele dingen te zeggen waarin steeds wisselende subsets van de sector zich herkennen, zodat ik paradoxaal genoeg toch aan de vraag kan voldoen. Laat ik dan beginnen met het begrip sector Bosma. Als een sector gedefinieerd wordt als een verzameling groepen onder leiding van een adjunct-directeur, waarbij de verzameling met enige ratio tot stand is gekomen, op grond van bijvoorbeeld aanpalende disciplines, dan moet je ten aanzien van het begrip Bosma, sector Bosma, enkele constateringen maken. Allereerst, de enige constante in de verzameling is Henk Bosma zelf. Ten tweede, blijkbaar is de ratio voor de samenstelling veranderd in de loop der tijd. En beide constateringen, Henk, hebben te maken met de ontwikkeling van de informatietechnologie en de informatica over de afgelopen 10, 15 jaar waarvoor jij je Henk zo hebt ingezet. Toen jij van de weg opvolgde als sectorhoofd en vanuit de fysica definitief de overstap maakte naar een nieuwe wereld, was die wereld en ook jouw sector volop bezig te ontdekken hoe je informatiebewerkende systeem kon afbeelden op een klein stukje solutie. Je zou dat, en dat is al genoemd, de materiële kant van de informatietechnologie kunnen noemen.
Na deze pioniersjaren, in jouw sector, groeide IC-Ontwerp en haar methode en gereedschappen uit tot een nieuwe, zelfstandige sector, elders op het land. Tegelijkertijd begon de informatica, en dan vooral het immateriële aspect van informatiebewerking, een min of meer herkenbaar begrip te worden. Er verdwenen dus groepen, maar er kwamen ook nieuwe bij in de sector Bosma. Computationele linguistiek, robotica, graphics and vision, software design, computerarchitectuur, het rekencentrum, database en information management systems en ook de wiskunde hebben alle gedurende kortere of langere tijd onder jouw leiding gestaan. Je zou kunnen zeggen dat je je steeds bevonden hebt aan de frontiers of computing, zoals ook de naam luidde van de mede door jou vormgegeven conferentie enige jaren geleden. Of misschien moet je beter zeggen dat jij vooral op zoek was naar de grenzen waar het berekenbare, beredeneerbare en formaliseerbare ophield en het onbegrepen domein van de menselijke intelligentie verder ging. Overigens was er in de begintijd best wel onduidelijkheid wat informatica was. Ik herinner me dat ik van een conferentie of zo terugkwam in de systeemgroep waar jij eerder op de dag gesproken had over de opvolging van de groepsleider. Jij zou daar gezegd hebben, software is geen discipline, wat tot algemene verslagenheid leidde, omdat we inmiddels ruimschoots geleerd hadden dat ongedisciplineerd software maken alleen maar tot de beruchte softwarecrisis kon leiden. Interessant genoeg heeft de groep Wolbert, later Ergenhuizen, onder jouw leiding vervolgens overtuigend aangetoond dat softwareontwerp wel degelijk een discipline is, die ook van steeds groter belang voor Philips is. In die overgangstijd voor jouw sector van hardware naar software werden talrijke discussies gevoerd over welk van de twee moeilijker te ontwerpen was. Jij deed daar van harte lust aan mee met de van jou bekende, markante en filosofische statements. Gisteravond heb ik in het rapport van de commissie Rathenau, al eerder vernoemd, waar jij hebt bijgedragen, in de begrippenlijst de volgende omschrijving van het begrip software gevonden, die haast niet anders dan van jouw hand moet zijn. Software, de verzamelnaam voor alles wat er aan programma's nodig is om een computer te laten werken. De problemen die zich daarbij voordoen, zijn voor een belangrijk deel dezelfde als die welke optreden bij het ontwerpen van IC's. En dan staat er tussen haakjes een uitspraak die zowel door software als IC-ontwerpers wordt bestreden, maar nog niet is weerlegd. Beste Henk, door de ontwikkeling in het gebied en ook door jouw interesse om je in steeds nieuwe gebieden te begeven, is de verzameling van groepen onder jouw leiding, zoals ik al zei, zodanig veranderd dat de sector Bosma niet bestaat. Althans niet in deze zin. Als ik onder sector dan versta de individuen die onder jouw leiding gewerkt hebben, dan moet ik namens hen een aantal verhalen vertellen in plaats van één. En dat komt, zoals al eerder te beluisteren viel, door jouzelf. Je bent, zoals de titel van het symposium vanmiddag luidde, iemand tussen twee werelden. In velerlei opzicht, al genoemd, de fysicus versus de latere informaticus, de wetenschapper versus de manager, het wat strenge sectorhoofd versus de vaderlijke figuur, de filosoof, de welbespraakte entertainer versus het klankbord. Daardoor hebben velen in jouw sector andere kanten, andere facetten van jou leren kennen en bestaan er verschillende beelden van je naast elkaar. Voor een jong, aankomend onderzoeker was één beeld dat van de wat oudere en strenge adjunct, die nog allerlei inmiddels legendarische hoogleraren had gekend en daar meestal tijdens de lunch prachtige anekdotes over kon vertellen, die zijn gezag alleen nog maar verhoogden. Hoe omvangrijk de verzameling is, hebben we trouwens nooit uitputtend kunnen vaststellen. In de latere jaren, waarin je zelf ook wel eens de spot dreef met je gezag, ontdekte nieuwe medewerkers, inmiddels van dezelfde leeftijd als je kinderen, die ook als praattaal of klankbord, waarbij je een vaderlijk begrip voor hen kon tonen. Papi Bosma was een begrip dat enige jaren plotseling begon op te duiken. Een andere, meer indirecte manier waarop medewerkers jou hebben leren kennen, is door de adviseurs, die af en toe op jouw uitnodiging met hen kwamen praten. Ook daarin heb je gepioneerd en geëxperimenteerd, bijvoorbeeld om te kijken of er uit een andere, oudere discipline iets te leren viel.
hoe hun adviseurschap ook uitviel, in elk geval was er vaak iets markants aan die adviseurs. Zoals die Amerikaan of Canadees, die zeer geïnteresseerd naar je verhaal kon luisteren. En dan bij wijze van appreciatie met zijn hand over zijn buik begon te krabben. Als het verhaal erg goed was geweest, verwijderde hij eerst het overhemd. Dan was er een adviseur die binnen een gesprek van een uur meerdere malen de kreet Mie Dijkstra en Hoor liet vallen. Hoewel we hem dat nooit hebben gezegd, hadden wij toch niet deze volgorde gedaan. Verder heeft een aantal medewerkers uit het lab je leren kennen als de voorvechter en beschermer van het informatica-colloquium. Jij hebt enkele van hen in een aantal eenvolgende commissies benoemd en jij hebt ook zoveel je kon de lunch met sprekers van Bouwkeur bijgewoond en vaak verlevendigd met een gestarte discussie. Ook heb je trouwer dan menig medewerker vrijwel alle colloquia bijgewoond. Kijk, sectorvergaderingen op vrijdagmiddag op jouw kamer, die vormen altijd een boeiend gebeuren en lieten weer andere kanten van je zien. Dat was in de tijd dat jij zeg maar met een groep jonge honden te maken kreeg, zojuist benoemde veel jongere groepsleiders. Jouw voorliefde om je kamer te draperen met grote hoeveelheden papier, overschijnlijk volstrekt ongeordende wijze, kan niemand ontgaan zijn die een voet binnen de deur van je kamer heeft gezet. Op de een of andere, voor ons groepsleiders duistere manier, had jij uit die verzameling papier elke vergadering een forse stapel apart gezet. Snel werd ons duidelijk dat die stapel ook de agenda representeerde. En dat het doel van de vergadering was dat aan het eind daarvan jouw stapel leeg en de onze, die dan ook het huiswerk voorstelde, vol was. De overdracht wist jij uiteraard vergezeld te doen gaan van filosofische wijsheden, van analyses over de situatie van het bedrijf, die als ik even kon ook nog in grafieken op bord illustreerde, en uiteraard anekdotes. Bij gelegenheid, toen we de procedure eenmaal door hadden, hebben we wel eens geprobeerd om die stapel in ons tempo uit de vingers te trekken. Voor daarna moet ik vermelden dat je de regie niet uit handen liet nemen. Henk, al praten we met een aantal mensen die op een of andere manier op een of ander moment in jouw sector hebben gezeten, zijn vele verdere gebeurtenissen weer in herinnering gebracht. Ik wil het verhaal echter niet te lang maken. Om tot een afsluiting te komen, misbruik ik een statement van een filosoof dat jou zeer moet aanspreken, omdat het verwijst naar de grenzen van het redeneerbare waarover het al eerder gegaan is. Parafraserend op het slotstatement van de filosoof Wittgenstein in zijn filosofisch traktaat, wou ik dan maar zeggen, waarvoor men niet kwijt gesprekken wil, daarin we zomaar slijden. Henk, dan tot slot mag ik je een cadeau overhandigen namens de nachtlabbevolking. Je hebt nu meer tijd om in je school in Engeland te verblijven. Je wens was een kleurend tv met teletext. En blijkbaar ben je klaar met de verbouwing en heb je nu tijd om wat luid te gaan genieten. Er moest ook afstandsbediening bij. Zo'n toestel, geschikt voor de wat andere Engelse situatie, staat op het lab in Red Hill. En dan moet je daar nog een keer ophalen, weg naar de school. Bij wijze van symbool, wou ik je dan nu een afbeelding van dit cadeau overhandigen. En jou en verder ook het allerbeste toewensen.